We'll be right back.
Joost, een webinar over de regionale energiestrategie en bedrijventerreinen. Waar komt dit initiatief vandaan? Nou, het initiatief is eigenlijk ontstaan in 2016. Toen zijn wij gevraagd door de provincie Noord-Brabant om een visie te schrijven op toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dat hebben we toen gedaan, dat hebben we toen gepubliceerd. Vervolgens zijn we gevraagd bij Lagemeer Meilust door de ondernemersvereniging. Lagemeer Meilust, een bedrijventerrein in Bergen op Zoom? In Bergen op Zoom, klopt. Door hun zijn we gevraagd om daar ook een plan van aanpak op te maken en om dat ook te gaan toepassen. Daar hebben we nu ondertussen meer dan 3 jaar ervaring mee. We zijn ondertussen ingegroeid in de Europese programma's, waaronder het ECHO-programma en het CV Virtual Power Plant-programma. En we hebben eigenlijk nu het moment gekozen dat we zeiden van ja, eigenlijk zouden we moeten komen tot een congres. Dat is helaas, kan in deze tijd helaas niet meer. Dus we proberen nu met de webinar proberen naar buiten te treden. En mensen te informeren van welke initiatieven er zijn. En wie kijken er zo meteen? Ja, wie kijken er zo meteen? Vooral bestuurders, beleidsambtenaren. Er kijken parkmanagers komen kijken. Er komen mensen kijken die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun bedrijvenpark. Dus eigenlijk best wel een grote groep, maar wel allemaal gericht op die bedrijventerreinen. Oké, en internationaal, want het is een Europese samenwerking? Ja, internationaal praten we over Northwest Europe. Dan praat je over Frankrijk, praat nog steeds over Wales zelfs, die er nog bij betrokken is. Praat over Duitsland, België. En met die landen zijn we volop bezig om gezamenlijk te kijken hoe kunnen we zeg maar, van onderaf zeg maar, initiatieven ontwikkelen om tot zeg maar, energie-neutrale bedrijventerreinen te komen. We gaan zo meteen het gesprek beginnen met een aantal gasten. Waar gaan we het voornamelijk dan over hebben? Nou, het interessante is dat de RES er nu is aangekomen, de regionale energiestrategie. En die regionale energiestrategie die legt een aantal verplichtingen op aan de gemeenten. En die gemeenten moeten dat weer samen zien op te lossen om de energiebesparing en duurzame opwekking van energie te gaan regelen, zodat ze aan zich een bijdrage kunnen leveren aan een energie-neutraal Nederland. Okay. Ja, dat zal een hele moeilijk gevecht zijn, maar daarvoor zullen we de bedrijventerreinen heel hard nodig hebben. Welkom, dames en heren, met enige vertraging, wat technische storing, excuses hiervoor, maar in ieder geval uw geduld waarderen we ten zeerste. We gaan het hebben over het Eco Business Parks. En we gaan samen met u, met een aantal gasten aan tafel, kijken wat de betekenis is van bedrijventerreinen in de RES, in de regionale energiestrategie, maar ook andersom. We doen deze webinar live, dat heeft u gezien aan de vertraging. En het bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Eerst een tafelgesprek met wat gasten, met interessante gasten die een interessante visie hebben over hoe je dat samen zou moeten kunnen doen. En we hebben daarna een presentatielezing met Joost Schetlen. Die gaat u meenemen in de strategie en de visie. Tijdens zijn presentatie kunt u gebruik maken van de chat. U kunt vragen stellen. En op basis van die vragen gaan we daar nog even tegen 5:30 met u over hebben. We hebben met elkaar afgesproken van tevoren om elkaar te tutoyeren. En ik mag de gasten bij de voornaam noemen. Als eerste heet ik Klaar Koenraad. Van harte welkom aan deze tafel. Klaar Koenraad is de wethouder in Roosendaal. Met onder andere duurzaamheid in de portefeuille. Maar ook in die hoedanigheid lid van de kopgroep RES. RES is de afkorting van de regionale energiestrategie. Het klimaatakkoord in juni 2019 vastgesteld. En daarmee ook de doelstelling om CO2 te verminderen is wettelijk verplicht geworden. En vanuit het klimaatakkoord zijn er 30 energieregio's gevormd, de zogenaamde RES-regio's. En die krijgen de opdracht om vanuit de regio de oplossing te bieden voor wind en zon opgewekt op land. En dat voornamelijk samen te doen. Daarnaast moeten de warmtebronnen moeten bepaald worden hoe je straks in de regio de huizen gaat verwarmen om straks van het aardgas af te komen. En natuurlijk welke infrastructuur is er nodig om energie op te wekken en te transporteren. Hoe logisch is het, Klaar, dat Roosendaal, of in ieder geval jij als vertegenwoordiger van Roosendaal, in zo'n kopgroep plaatsneemt? Kopgroep was gevormd 2 jaar geleden, hè, toen we die opdracht kregen. Roosendaal was al een klein stukje onderweg met een zonnevisie.
En ja, vandaar dat we, dat ik ook wel vond dat Roosendaal daar ook wel iets in kon bieden. Roosendaal heeft ook een eigen warmtenet, een energiebedrijf. Ook dat. We hebben een klein warmtenet. We hebben ook een prijs gekregen voor het kleinste of het duurzaamste kleine warmtenet. Dus ook daar, ja, wij deden al een aantal dingen waarvan je denkt, nou, dan heb je al een beetje wat meters gemaakt. En dan is het wel fijn als je dat ook kan laten zien in de regio. Aan de andere gemeenten eigenlijk, hè? En de eerste zonnepark... Vanochtend is voor het eerste zonnepark heb ik het eerste paneel mogen aanbrengen. Samen met de nieuwe voorzitter van Stichting Energie Roosendaal, de STEG. Oh, kijk eens aan. Zij zijn een club die zich ook met participatie juist voor die grootschalige opwek bezig gaan houden, wind en zon. Want dat is natuurlijk ook in de rest, wordt dat ook gezegd, hè? 50% eigenaarschappen bij de inwoners. Nou, zij willen zich daarmee gaan bezighouden. Dus zij was er ook bij. Dus we hebben samen dat paneel op zo'n rek geteeld. Maar het is mooi, we kunnen het allemaal vanuit de A58 bewonderen. Ja. Die opgave, hè, van energieopwek, is dat echt alleen maar een duurzaamheidsopgave? Is dat eigenlijk meer een ruimtelijk vraagstuk wat je straks in een omgevingsvisie allemaal mee kunt nemen? Het is natuurlijk inderdaad veel breder en zo hebben we de rest ook opgevat. We hebben, die klimaattafel zegt 35 terawattuur, verdeeld over 30 regio's. Nou, wij hebben een bod gedaan van 2,3 terawattuur. En daarmee denken wij dat we er goed zitten. Je wil het ook combineren met allerlei andere opgaven. Want je kunt ook alleen maar verduurzamen, maar je wil het juist dat de regio versterkt. Ja. Je wil juist dat agrariërs een nieuw verdienmodel kunnen maken. Je wil ook dat particulieren comfortabel kunnen wonen, maar ook mensen in het buitengebied zien dat er goed met hun ruimte wordt omgegaan. Okay. Dus inderdaad, het moet landen in de omgevingsvisie. De afspraken van de rest, daar wordt nu aan gewerkt. Oké, maar als ik jou zo hoor, een hele hoop belangen, verschillende belangen. Gaat dat goed in West-Brabant om zo'n bod te maken van 2,3 terawatt? We hebben dat. Ik ben daar heel trots op dat goed gelukt is. Want we hebben 16 gemeenten in onze RES. Dus dat is vanaf Woensdrecht tot en met Oosterhout ongeveer. En dan Moerdijk in het noorden. En we hebben natuurlijk een hele bijzondere combinatie van klei en polder en zandgrond. Dus we konden ook een mooie mix maken van zon en klei. Zon en wind. Mm-hmm. En we hebben dat ook met die bestuurders. Dus je hebt 16 wethouders in die RES. Maar ook natuurlijk Enexis zit ook in de stuurgroep. Ja. En de provincie en het waterschap. We hebben echt gekeken wat is haalbaar. Dus we hebben niet gedwongen. Maar we hebben echt samen gekeken van wat is voor ons haalbaar. En wat is ook voor elke gemeente haalbaar. Dus wat kan een wethouder bereiken in zijn eigen gemeente. Maar al die eigen gemeentes hebben het nu wel door de raad geloodst. Bij wijze van spreken. Ja. En is tot een goed besluitvorming gekomen. Door alle raden is die conceptres is naar gekeken in de commissie en is in besluitvorming gebracht. Overal is die ook vastgesteld. En eigenlijk lopen we daar ook wel voor mee in Nederland. Okay. Omdat wij hebben als enige res eigenlijk onze conceptres ook voorgelegd aan de raden. Okay. Want andere ressen die moeten eigenlijk dat traject nog gaan doen. We hebben naast dat we de raden heel erg goed betrokken hebben, of nauw betrokken hebben, hebben we ook met een klankbordgroep gewerkt waar van allerlei maatschappelijke partners in zaten. En we hebben een aantal werkateliers georganiseerd waar eigenlijk iedereen die interesse had zich voor mocht melden. Dus we hebben enorm aan draagvlak gewerkt voor die RES. En nu dus heel interessant deze webinar van hoe ga je nou de RES vertalen op de bedrijventerreinen en de rol van de bedrijventerreinen. Ja. En andersom, wat voor invloed ze hebben. Ja. Nou, de RES die nu vastgesteld wordt, daar zit ook een uitvoeringsprogramma bij. Oké. Prima. Ja, dan, daar komt dan het kom echt je de bedrijventerreinen goed werk tegen. Ook aan tafel Hans Verbraak, voormalig wethouder uit Roosendaal, maar nu voorzitter van ondernemersvereniging Marjoppeveld in Roosendaal. Zijn jullie betrokken als bedrijventerreinen bij de RES? Ja, wij hebben de eerste jaren op Marjoppeveld vooral ingestoken op schoon, heel en veilig. Mm-hmm.
En vorig jaar het besluit genomen, samen met ondernemers uiteraard, om te gaan voor toekomstbestendigheid. Ja. Omdat we Mejoppenveld toch een park willen maken wat leidt op termijn naar energie-neutraliteit. Ja, en dan heb je elkaar nodig. Ja. Dus we hebben de rest uiteraard met veel belangstelling gevolgd. En zijn al stappen aan het zetten die denk ik zelfs al voorlopen op de rest. Om op Mejoppenveld stappen te zetten in het kader van die energie-neutraliteit. Oké, je bent bestuurslid. Hè? Jullie hebben een bestuur. Maar je hebt ook een uitvoerende persoon, een parkmanager noemen jullie dat. Pieter Wieriks, wat is precies de verhouding en wat is zijn rol? Ja, Pieter is vooral de trekker van de trajecten die we op dit moment uit hebben staan. En ik heb heel nauw contact met hem en hij koppelt ook regelmatig zijn bevindingen terug. Maar hij staat eigenlijk in nauw contact met de ondernemers, maar ook met bijvoorbeeld Eco Business Parks. Om te kijken van, nou, wat kunnen we doen en wat past binnen ons activiteitenplan. Hè? Want we maken jaarlijks een activiteitenplan van wat willen we gaan doen. Okay. Met de middelen die we beschikbaar hebben, want zonder middelen kun je natuurlijk niks. En hoe kom je aan die middelen? Hoe is dat georganiseerd? Ja, wij hebben sinds 5 jaar een ondernemersfonds. Dat betekent dat de ondernemers op Mejoppenveld, die betalen naar aanleiding van de grootte van hun bedrijf, betalen ze reclamebelasting. Okay. En daarnaast legt de gemeente bij de twee bedrijventerreinen, Borgwerf 1 en Mejoppenveld, €75.000 bij. Dus daar zijn we heel blij mee om met die begroting de dingen te doen die we willen doen. En dat wordt steeds meer richting toekomstbestendigheid en het behoud van wat we opgebouwd hebben in de afgelopen jaren. En dat is het fundament? Dat is eigenlijk het fundament wat eronder ligt. En daar leggen we ook verantwoording af aan het bestuur. Ik als voorzitter aan mijn bestuur, maar ook aan onze ondernemers. We hebben channels, dat is eigenlijk ons communicatieprogramma online. Waar steeds ook de bevindingen die we hebben worden weergegeven. We hebben het nu inderdaad over duurzaamheid, maar eigenlijk kunnen we niet om de vraag heen natuurlijk in deze coronatijd. Hoe gaat het überhaupt met de ondernemers? Waar zijn zij nu mee bezig? En is duurzaamheid überhaupt wel top of mind op dit moment? Ja, op het moment even niet, denk ik. Ieder ondernemer maakt zich heel erg druk om zijn werknemers. Hè, van hoe gaat het met mijn personeel? Als er klachten zijn, testen. En met name op testgebied zijn er op dit moment heel veel vragen van ondernemers. En zijn we op zoek naar snelle methoden. Het moet vooral snel kunnen gaan. Want als je dagen moet wachten op een uitslag, dat werkt niet. Dus de parkmanager is op dit moment bijna de hele dag bezig om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou zo goed en zo snel mogelijk een goede teststraat maken. Een eigen teststraat op het bedrijf? Ja, dat zou een eigen teststraat kunnen zijn, maar dat kan ook in de buurt zijn. Er zijn er meerdere op dit moment, maar de ondernemers die vinden toch dat het allemaal te langzaam gaat. Je wil weten, is iemand besmet, ja of nee? Ja. En kan hij doorwerken of moet hij naar huis? Dat willen ondernemers vooral weten. En dat is op dit moment topic nummer 1. Ja, begrijpelijk. Dankjewel. Peter, de volgende graaf. Peter de Koning, de volgende gast. Partner bij DRV Accountants en Adviseurs. Maar ook in de hoedanigheid van voorzitter van de ondernemersvereniging Lage Meer en Meilust. Nou, waarschijnlijk herken je natuurlijk best dit patroon. Maar ook Lage Meer en Meilust is eigenlijk al een tijdje bezig. En we gaan naar wat beelden kijken van Lage Meer en Meilust op dit moment. En je kunt er wat van commentaar voor zien. Gaan we even naar kijken. Okay. Dit is het pand, Loos 52, in het hout. Dat zijn wat voorbeeldprojecten? Ja, klopt. Hoeveel bedrijven zijn er ongeveer op Lage Meer en Meilust? In Lage Meer en Meilust zijn er 144 bedrijven zijn er in totaal gevestigd. Er zijn niet van 250 inschrijvingen in Kamer van Koophandel, maar als dat zeeft, dan zijn het 144 bedrijven. En we zijn denk ik een jaar of 5, 6 bezig inmiddels. Omdat in de vorige crisis de tijd van uitvoeren niet zodanig was. Hebben we echt nog de tijd te baat genomen om eens goed naar ons eigen bedrijventerrein te kijken. Mm-hmm. Daar was ook onderzoek gedaan vanuit de provincie. En daar bleek dat een gedeelte van het bedrijventerrein best een turnaround zou kunnen gebruiken. Hmm. Qua verbetering sowieso. De duurzaamheidsprojecten kwamen op. En de provincie Noord-Brabant die wilde 3 bedrijventerreinen benoemen of kiezen. Die ook mee zouden doen aan Living Lab. Het verduurzamen van het bedrijventerrein
op weg naar een circulaire economie. Ja. Nou, daar heeft toen de gemeente Bergen-op-Zoom Hoeglagermeer mij dus voor voorgedragen. En ik ben samen met de gemeente en de vertegenwoordigers, Mark, jij was er ook bij, zijn we naar het provinciehuis geweest om onze plan uit te leggen. En naar ons leden toe hebben we uitgelegd van wij willen voor verduurzaming gaan. Okay. Zaken in hand. Nou goed, de ondernemers zijn ook wel sceptisch op het moment dat je dat zegt. Dus we hebben echt ons best gedaan om te laten zien dat duurzaamheid komt als thema verbindt op zo'n bedrijventerrein? Nou, ik moet zeggen, ik zie het thema duurzaamheid is wel in ontwikkeling. Toen wij er 5 jaar geleden mee begonnen, was het toch zoiets eerst zien dan geloven. Ja, ja. Dus wij zijn nog heel blij met het project Loods 52. Maar ook het pand waar nu het dekautorijschool in zit, Watweg 25. Dat is echt met subsidie vanuit de provincie. En ter voldoening aan het programma, pand Loods 52 is 0 op de meter gemaakt. En aan de Watweg is een kurkenwand gelegd die ook iets doet met isolatie-temperatuurverschillen binnen en buiten. Maar het zijn, dus je merkt wel dat de stap naar het volgende, dat je daar wel voor moet, daar wel voor moet werken. Okay. Ik denk, de basis, zoals een ondernemingsfonds, zoals Hans net vertelde? Nou, wij zijn een transitie aan het maken aan Slagermeer en Meilust om ook naar een ondernemingsfonds te komen. In juridische zin is de stichting enkele weken geleden is die opgericht. Met de gemeente zijn de uitvoeringsbeschikkingen afgestemd van hoe gaan we met elkaar om. En we zijn nu druk met een rondje langs leden en informatieavonden aan het doen om goed draagvlak te creëren om dit naar voren te krijgen. Wordt dat ook een soort belasting? Wij hebben gekozen voor een iets andere structuur, een bedrijfsinvesteringszone, zoals bijvoorbeeld ook de binnenstad die kent. Maar de doelstelling van het fonds is hetzelfde. En de techniek is ook ongeveer hetzelfde, want eigenlijk wordt dan de contributie gegeven ook via de gemeentelijke belastingen, gemeentelijke belastingssamenwerking. Alleen dat bedrag wordt dan 1-op-1 doorgestort naar het fonds. En dan maken we ook een jaarplan wat door leden goedgekeurd moet worden en uitvoering moet krijgen. Oké, dankjewel. Maar dat is nog een hele weg. We hebben nog een gast aan tafel, Mark de Kok. Mark Kok, sorry, werkzaam bij Eco Business Parks. Kun je duiden wat dat precies is en wat is jouw rol hierin? Ja, we zijn al een tijdje bezig bijvoorbeeld op de terreinen van Lagemeer en Meilust en Joppenveld om het parkmanagement te ondersteunen met allemaal projecten die met toekomstbestendigheid te maken hebben. En met Eco Business Parks willen we eigenlijk komen tot een coöperatie van bedrijventerreinen. Eigenlijk om kennis te delen, kosten te delen en zo de transitiethema's op die bedrijventerreinen te kunnen versnellen. Oké, en wat voor thema's zijn dat? Ja, dan hebben we het dus over energie-neutraliteit. Dat kwam net al op tafel. Dat is natuurlijk voor een bedrijventerrein heel lastig om helemaal energie-neutraal te worden. Maar we kunnen wel met z'n allen ons best doen om ons zo ver mogelijk te organiseren. Het heeft te maken met circulariteit. We moeten zoveel mogelijk op een bedrijventerrein zorgen dat de grondstoffen worden gedeeld. Misschien ook? Sorry? De kwaliteit van een bedrijventerrein? Ja. Qua uitstraling, want we hebben inderdaad wat beelden zien van Lagemeer en Meilust. Ja. Dat kan volgens mij wel wat beter. Ja, sommige stukjes zeker. Een bedrijventerrein werken ongeveer 1/3 van de mensen, van de werkende mensen werkt op bedrijventerreinen. We hebben er heel veel van. Dus het is ook heel goed als een bedrijventerrein aantrekkelijk is voor werknemers om daar te zijn. Om daar een rondje te kunnen lopen. En dat het gewoon een prettige werkplek is. Dus een groot gedeelte van ons geld verdienen we op de bedrijventerreinen. Dus het is gewoon belangrijk dat ondernemers samenwerken, innoveren en eigenlijk elkaar helpen om beter te ondernemen. Oké. Okay. En straks gaan we in de webinar nog verder toelichten, hè, wat Joost Schetland straks in zijn presentatie geeft over hoe je dat zou kunnen aanpakken. Hè? Ja. Dus de strategie en hoe kun je nou beginnen bij bedrijventerrein. Want dat is eigenlijk. Maar deze twee bedrijventerreinen die kennen jullie al natuurlijk. Wat zijn daar tot nu toe de grootste successen?
Nou ja, we zijn op Lage Merenmijlen zag je net drie mooie voorbeeldprojecten. Ja? Dus, Peter noemde ze net al. Die zijn gewoon heel erg belangrijk om draagvlak te creëren op zo'n bedrijventerrein bij alle ondernemers. Van ja, het kan. Het is zichtbaar. Je ziet bij buurman, resultaten zie je, zien. Ja. Zie je zonnepanelen op een dak. Je ziet, je ziet de panden verduurzaamd worden. Bij Mejoppenveld hebben we iets heel moois georganiseerd op het gebied van klimaatadaptatie. Dus dat wil eigenlijk zeggen van ja, het vergroenen van je bedrijventerrein, zodat je minder hittestress hebt, minder waterstress, dus minder warm wordt, minder wateroverlast hebt op een terrein. Veel groen is belangrijk voor ondernemers, voor werknemers. Ja. Het is veel prettiger om daar te zijn dan in dat geval. Ja, we proberen innovatieve projecten daarvan te maken. Slimme samenwerkingen tussen het parkmanagement en de gemeente te organiseren. Ja, om zo de goede kant op te bewegen. Hartstikke goed, hartstikke goed. We gaan het met jullie hebben straks over de plaats die bedrijventerreinen echt innemen en hoe je elkaar kunt beïnvloeden, de rest en vice versa. Maar we gaan eerst kijken naar een filmpje van de wethouder van Moerdijk, Desiree Brummans. Moerdijk natuurlijk een heel groot industrieterrein en zij is ook vertegenwoordigd in de rest. We gaan even naar haar kijken. Bedrijventerreinen nemen nogal veel ruimte in over het algemeen. Ook de bedrijven die daarop gevestigd zijn, hebben vaak een groot dakoppervlak. En die lenen zich bij uitstek om bijvoorbeeld vol te leggen met zonnepanelen. Maar tegenwoordig hebben we ook nieuwe technieken. Wandpanelen die we daarvoor kunnen inzetten. Wat we zien is dat bedrijven vaak wel bereidwillig genoeg zijn om deel te nemen, maar de weg naar die energietransitie niet helemaal goed weten te maken. En alleen al om die reden is het goed om daar aandacht voor te hebben. We zien wel dat hele grote bedrijven, zoals een Shell in Moerdijk bijvoorbeeld, zeer voortvarend bezig zijn met de energietransitie, ook met warmteuitwisseling. Maar we zien dat MKB-bedrijven wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Nou, we zijn bezig met de oprichting van een versnellingsteam vanuit de RES. En dat versnellingsteam bestaat uit experts, deskundig op het gebied van de energietransitie, die bedrijven met raad en daad kunnen bijstaan. Hè? Want wat we zien is dat die bedrijven soms SDE-subsidie hebben aangevraagd. En dat blijft dan even liggen, want men mist de tijd, de expertise. En dan kan zo'n versnellingsteam heel goed behulpzaam zijn. Ja, nou, in Moerdijk krijgen we een heel groot nieuw bedrijventerrein, het Logistiekpark Moerdijk. Sinds vorige week weten we dat de Raad van State het onherroepelijk heeft verklaard. En dan gaan we natuurlijk ook heel nadrukkelijk kijken naar het duurzaamheidsaspect. Dat zal voorwaardelijk worden gemaakt voor vestiging van bedrijven of één van de voorwaarden. En duurzaamheid is natuurlijk heel breed. We gaan dan ook kijken naar werkgelegenheid en dergelijke. Ja, en waar we dan de focus gaan leggen is niet alleen dakoppervlak, maar ook naar innovatieve technieken. Want nou, we hebben toch wel een uitdaging, weten we van Enexis. Hè. Enexis is een belangrijke partner voor ons in die energietransitie. Zij verzorgen de netcapaciteit, zij zijn er verantwoordelijk voor. En hebben ook al een signaal afgegeven dat daar een tekort dreigt. Dus we moeten heel goed gaan kijken naar hoe A, hoe we energie gaan opwekken. B, hoe wordt die gebruikt? Gaat die zoveel mogelijk lokaal gebruikt worden? Kunnen we die onderling uitwisselen? En vooral naar alternatieven om de opgewekte energie ook te kunnen opslaan. En dan is het goed dat we binnen de RES een aantal RES-deals benoemd hebben. Eén daarvan is innovatie. En die ziet inderdaad toe op dat soort ontwikkelingen. Zo gaat het op dit moment in Moerdijk. Er worden wat voorwaarden gevraagd om bedrijven te kunnen vestigen. Hoe gaat dat in bijvoorbeeld Mejoppenveld? Zijn er al voorwaarden als bedrijf om je daken vol te krijgen met zonnepanelen? Of hoe
Hoe verloopt dat? Ja, dat loopt met name, de nieuwe bedrijvigheid loopt met name via de accountmanager van de gemeente. Hè. En ik weet niet of het college daar nu inmiddels daadwerkelijke afspraken over gemaakt heeft. Daar moet een bedrijf aan voldoen, maar wij juichen het natuurlijk toe. En we proberen dat ook via ons eigen parkmanagement ondernemers te motiveren om inderdaad mee te doen in de projecten die er zijn. Ja. En dat zijn er bij ons eigenlijk twee, hè, want ons uitgangspunt is altijd wel in deze hele grote verandering, keep it simple. He, want als je alles wil, dan wil je te veel. Dus wij zijn met name voor twee zaken gegaan. Het energieloket. En dat betekent eigenlijk dat ondernemers energie opwekken en het op het bedrijventerrein ook inzetten. En dus niet terugleveren aan het net. Mm-hmm. Dan hoeft er ook geen grote partij meer tussen te zitten. En het tweede traject is een masterplan duurzaam groen. He, hoe kun je nou, inderdaad wat Mark ook zegt, je bedrijventerrein vergroenen. En zorgen dat bijvoorbeeld hittestress en al dat soort zaken meer, he, dat je die aanpakt. En dat zijn met name de trajecten waar wij op dit moment mee bezig zijn en waar we de komende jaren ook aan willen werken. En dan willen we er niet te veel nieuwe dingen bij hebben. Laat onverlet, als er een groot bedrijf zich vestigt op Majoppenveld, mm-hmm. dan zal de gemeente zeker ook een rol in spelen. Pak bijvoorbeeld het Philips-terrein, wat op dit moment nog in beeld is voor een groot bedrijf, dat er uiteraard energiemaatregelen opgelegd zouden moeten worden, vind ik. Okay. En de oproep van de wethouder uit Moerdijk van bedrijven help mee, dat wordt wel opgepakt bij jullie? Ja, dat wordt opgepakt. En ik vind dat de parkmanager, die moet met name de spil zijn in het geheel. Die moet ook de contacten onderhouden, korte lijnen met de gemeente, dat je snel kunt schakelen. En ik denk dat het dan overzichtelijk blijft, want dat is wel hetgeen wat ik merk. Hè. Ondernemers haken af als het te ingewikkeld wordt. Zij zijn bezig met hun business en dat willen ze ook vooral. Daarnaast kostenbesparing op energie willen ze ook, maar dat moet het wel te volgen zijn. Oké, komt er een aanbod klaar vanuit de RES om de bedrijven te helpen? Ja, wat mijn collega Brummans ook al vertelde, er komt een versnellingsteam. Dus vanuit de RES wordt dan aangeboden aan ondernemers, maar ook aan gemeenten die ook niet altijd heel stevig bemand zijn. Hè? Want kleine gemeenten hebben misschien ook niet altijd de juiste expertise, ook niet de juridische expertise, om dit soort dingen ook echt te gaan afdwingen, mag ik niet zeggen. Want het is bijna niet afdwingbaar, hè? Dus wettelijk is het moeilijk afdwingbaar. Dus je zal heel creatief moeten zijn in het mogelijk maken. Het is wel belangrijk dat het er komt. Want in die RES hebben wij een heel groot aandeel benoemd voor zon op dak. Omdat dat voor iedereen eigenlijk, ook voor inwoners, natuurlijk een heel begaanbaar traject is. Want met zonneweiden, ja, het is toch een beetje zonde van je buitengebied. Zorg eerst maar eens dat de daken vol liggen. Dat wordt het vaakst gezegd als je iets van plan bent dan, in het buitengebied. Dan zeggen dat mensen dat als eerste. Het is niet zo dat we er helemaal komen met zon op dak. Dus er zullen dingen moeten gebeuren in het buitengebied. Ja. Maar we moeten denk ik wel heel veel werk maken van het beleggen van die bedrijfsdaken. Goed, daar is dus een versnellingsteam voor. Econetic heet het bedrijf. Die gaan dat voor deze gemeente doen, deze restgemeente. Dus ondernemers worden gebeld. Zeker ondernemers die al een SDE-subsidie hebben aangevraagd, maar door allerlei tijdnood of perikelen, of corona, begrijpelijke beren en wolven op de weg, of hoe noem je dat. Dus zij gaan die op korte termijn nabellen, omdat de SDE-subsidietermijn voor nieuwe SDE-subsidies is eind november, 23 november. Dus die mensen die al SDE-subsidie hebben, die willen we natuurlijk helpen om toch nog gauw te kijken van kun je het nog effectief maken. En anderen die nog iets van plan zijn, kunnen we nog helpen met nog die subsidietranche halen. Dus dat zijn twee dingen sowieso die we nu op hele korte termijn gaan doen. Peter, de hulp die nu aangeboden wordt, wordt vaak ook SDE-subsidie genoemd. Zijn bedrijven op Lage Meer en Meilust daar mee bekend? Of is dat een mooie rol, zoals Hans ook zegt, voor het parkmanagement? Nou, eigenlijk als je naar het bedrijventerrein kijkt zoals wij dat hebben, dan is energie sowieso een heel belangrijk item. Want Lage Meer en Meilust is echt een technisch bedrijventerrein. Allemaal echt
ja, echt arbeidsintensief, machine-intensief en energieverbruiksintensief. Grootverbruikers misschien ook wel? Ook best wel behoorlijk grootverbruikers. Ja. We hebben een aantal ondernemers die zijn ook de voortrekkers. Een daarvan was Lindhout, die net gezien heeft. Die gezegd heeft, ik wacht niet op jullie plannen. Ja. Ik vind het fijn om het zelf te doen. Maar ja, dat is heel veel op individuele basis gedaan. En we proberen nou juist voor ondernemers die te klein zijn om het in de heen te kunnen, het collectief te vormen, ook vanuit het ondernemingsfonds, ook vanuit het handelsplatform wat nu opgezet zijn, om daar alle ondernemers wel aan, op aangesloten te krijgen en mee te doen. Oké, mooi. Dus het is wel een welkome aanvulling. Het is wel een welkome aanvulling, ja. Ja. Het is wel een welkome aanvulling. Zeker. We gaan nog eens kijken naar een filmpje. En daar worden wat hulp en instrumenten aangeboden. En wat vehikels om bedrijventerreinen inderdaad te helpen. En het filmpje, daar ziet u Linda van Hilten en Minke van Boekel van De Bom. En van Brabant Geeft Energie. We gaan even naar een filmpje kijken. Wij hebben vanuit Team Renewable Energy de opdracht om de energietransitie te versnellen. Ik werk daar zelf als ontwikkelaar en ik zou heel graag bedrijven willen helpen om die stap te zetten. Inzichtelijk maken hoe de business case in elkaar zit. En ook bedrijven wiens dak nu nog niet geschikt is, bijvoorbeeld door een te lichte constructie, helpen om de stap te zetten naar lichtgewicht zonnepanelen. Ja, er kwamen een aantal bedrijventerreinen ook bij ons met vragen om te helpen. We hebben een subsidieregeling Brabant Geeft Energie vanuit de provincie ook gehad. En daar waren ook een aantal initiatieven die zich bezighielden met bedrijventerreinen. Onder andere het uitwisselen van energie, lichtgewicht zon, gevelpanelen. En toen kwam ik Linda tegen vanuit de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En toen zeiden we, nou, misschien kunnen we onze krachten bundelen en kijken of we niet gezamenlijk een hele mooie pilot op kunnen zetten voor bedrijventerreinen. En die is er gekomen. We hebben 8 september de kick-off gehad. We zouden heel graag de business case aantrekkelijker willen maken, maar ook zorgen dat stroom lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt gebruikt. Dat betekent dus dat bedrijven zelf energie gaan opwekken en op het moment dat ze het over hebben, dat hun buurman het bijvoorbeeld kan gaan gebruiken. En dit willen we gaan faciliteren door een digitaal handelsplatform. We hebben een pilot bedacht samen met de provincie, met gemeentes, met parkmanagement. En dan om te kijken hoe kunnen we nou die bedrijventerreinen helpen met versnellen. En we hebben een aantal partijen, kijken we dan wie al zover is dat ze echt aan de slag kunnen. En de anderen die hopen we heel snel daarna mee te kunnen nemen in dezezelfde pilot. Ons team beheert het Energiefonds Brabant. Daarmee kunnen we investeren in projecten die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Ik denk dat dat voor deze pilot heel interessant kan zijn, omdat bedrijven die dan niet zelf willen investeren, die kunnen gebruik maken van dat fonds. En dan investeren wij dus in de zonnepanelen die op hun dak komen te liggen. Ik denk op dit moment extra actueel, omdat we natuurlijk te maken hebben met corona. Ik snap heel goed dat heel veel bedrijven bijvoorbeeld een SDE+-subsidie hebben aangevraagd, maar denken, ja, ga ik die middelen nu in zonnepanelen stoppen of hou ik ze beschikbaar voor mijn core business? Als dat het geval is, kunnen wij op dit moment investeren in de zonnepanelen en dan kunnen bedrijven op een later moment die zonnepanelen uiteraard zelf gewoon weer overnemen op het moment dat het financieel iets rustiger vaarwater is dan op dit moment. Je ziet een aantal bedrijven die echt aan de slag willen, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. En er is ook heel veel en er zit ook heel veel verschil in bijvoorbeeld energiescans of energieadviezen die ze krijgen, dus dan maakt dat ook niet makkelijker. En aan de andere kant zie je heel veel enthousiaste partijen die hele mooie dingen verzonnen hebben en het niet kwijt kunnen, de lichtgewichtszon, de gevelpanelen. Je ziet toch dat daar nog mensen mee wachten om dat te doen of aan te schaffen. Je ziet dat er voor deze specifieke opgave natuurlijk geldt dat heel veel bedrijfsgebouwen de constructie niet stevig genoeg is voor standaard zonnepanelen. Dat het toch best wel een gewicht is. Tegelijkertijd zien we in de markt ontwikkelingen dat er lichtgewicht zonnepanelen komen. Die zijn natuurlijk, omdat ze nieuwer zijn, duurder. En ook vinden bedrijven natuurlijk wel wat spannender om een wat nieuwer product toe te passen. Wij willen juist helpen door enerzijds vraag te bundelen, zodat we de prijs naar beneden kunnen krijgen van die panelen. En anderzijds dat we de risico's tussen de verschillende projecten kunnen delen. Zodat het niet zo is dat degene die als allereerste die zonnepanelen legt ook alle risico's in zijn eentje moet dragen. Want we denken dat dat niet eerlijk is. En bovendien ben ik bang dat het dan niet van de grond gaat komen. Dus wij willen die risico's verdelen en helpen om de business case interessant genoeg te maken, zodat ook die daken volgelegd kunnen worden met zonnepanelen.
Nou, inderdaad een behoorlijke opgave. Zon op dak, zeker op bedrijfsdaken. En ze hebben het ook over het delen van energie, ook wat jullie hebben gezegd op Majoppeveld. We spraken van een soort energieplatform. Mark, hoe staat het met een energieplatform op Majoppeveld en op Lage Meermijlus? Is het al concreet? Ja, dat is zeker concreet. Je zit eigenlijk wel met de twee koplopers aan tafel. Zover we weten zijn dat de eerste twee bedrijventerreinen die dat op deze manier doen. En wat we eigenlijk hebben gedaan is een softwareoplossing geprojecteerd op bedrijventerreinen. En zorgen eigenlijk dat je met die oplossing het mogelijk maken van energielevering tussen bedrijven. Dus als de ene een groot dak heeft en de ander niet, dan kan die dus energie leveren aan die andere partij. Om ervoor te zorgen dus dat je zoveel mogelijk het vraag en aanbod van energie lokaal met elkaar gaat matchen. En wat we daaraan toe hebben gevoegd is dat we ook nog agrariërs hebben gevraagd met grote daken op hun grote schuren. Om ervoor te zorgen dat de energie die ze daar kunnen opwekken, dat we die naar de bedrijventerreinen van Majoppeveld en Lage Meermijlus halen. Om er nog een stukje verder energie neutraal te krijgen. Oké, dus een combinatie met agrariërs... bedrijventerreinen. Als je kijkt naar die bedrijventerreinen, als je alles zou leggen met zonnepanelen, dan kom je een beetje afhankelijk van het bedrijventerrein, kom je ongeveer uit op een kwart van de energiebehoefte. Dus dat is nooit genoeg. Okay. En dus heb je dus ook van het liefste zo dicht mogelijk in de regio van het bedrijventerrein heb je bronnen nodig. Nou, en met zo'n platform kunnen we dus eigenlijk zorgen dat dat op die manier wordt georganiseerd. Grote voordeel is dus dat je de kosten dat die kosten niet de regio uitvloeien. Hè? Dus dat je het geld in de regio houdt. Dat gaat niet naar grote energiebedrijven. De volgende stap is dus dat je dat vraag en aanbod ook in het moment matcht. Dus als de zon schijnt en er veel energie wordt opgewekt, stimuleren dat bedrijven dan hun machines aanzetten. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je het energienet daarmee ontlast. Nexus weer blij mee zal zijn. Exact. Ja. En het is een hele een goedkope oplossing, omdat je eigenlijk... Je gebruikt een softwareoplossing waar je eigenlijk alleen maar een administratiekantoor nodig hebt om die handel te faciliteren. In plaats van dat je het grote energiebedrijf met zijn kantoren, vertegenwoordigers en vandaar het woord platform, zeg maar. Ja. Ook al een eigentijdse oplossing. Ja. Hans, ik kan... Ja, wat ik wel mooi vind, in aanvulling wat Mark zegt, is dat we van heel veel praten... komen nu tot actie. En dat moet op een gegeven moment ook. Want ondernemers die vinden het allemaal prachtig dat je ermee bezig bent. Maar ze willen ook resultaat zien. En van de ene kant is natuurlijk een kostenreductie is belangrijk voor een ondernemer. Maar op de lange termijn wil je ook minder energie. We moeten toch naar die energie-neutraliteit toe. Hè? En dat wordt wel eens vergeten. Maar we gaan nu inderdaad samen met de ZLTO ook dat energieloket verder vormgeven. En we willen op het einde van het jaar 5 bedrijven hebben die in gaan stappen. En dat gaat de goede kant op. Er zijn ook al bedrijven met SD-subsidie die daken nu worden volgelegd. Op dit moment. Dus we kunnen heel snel van start. En dat is mooi, want je hebt op zo'n bedrijventerrein, dat zal bij Peter niet anders zijn, een aantal koplopers nodig. Hè? En wat jij ook op het filmpje ziet, hè? Sommige bedrijven die wachten niet, die gaan gewoon zelf al aan de slag. Die voorbeelden hebben we in Roosendaal ook. Maar als je een paar koplopers hebt, dan zie je vaak dat anderen ook aansluiten. Vaak beginnen de grotere bedrijven, maar we mogen ook vooral inderdaad die kleinere MKB-bedrijven niet vergeten. Want die hebben vaak toch minder middelen, en zeker in deze moeilijke coronatijden, om die te besteden. Dan zou het prachtig zijn dat de bom ondersteunt natuurlijk. Ja. Je noemt de ZLTO. Wat voor belang hebben die hierbij eigenlijk? Nou, de agrariërs hebben stallen. Hè, ja. Sommigen liggen al vol met zonnepanelen en anderen willen ze volleggen. En die willen die stroom liever aan bijvoorbeeld het bedrijventerrein leveren dan dat ze terug moeten leveren aan het net. Ze hebben dat zelf niet nodig, maar ze hebben wel de opvlak. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een economisch verdienmodel. Mm-hmm. Zit er natuurlijk ook wel in. Hè. En ook daar is niks mis mee, toch? Nee, daar is niks mis mee. Ook agrariërs moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden van geld verdienen. Omdat natuurlijk ook heel die agrarische sector, die staat ook behoorlijk onder druk. Ja. Dus ook daar wordt meegedacht. Aan nieuwe plannen. En dat is wel mooi dat wij daar nu mee aan tafel zitten. Komende maandag zitten we weer. Ja. Peter, wat voor kansen en mogelijkheden zie je nog om het energie met elkaar op te wekken, lokaal ook te gebruiken
En dan ook nog de omgeving erbij betrekken. Net zoals Hans zegt, de agrariërs rondom een industrieterrein. Ja. Nou, eigenlijk zie je dan ook dat een energieplatform zoals dat ontwikkeld is ook nog steeds in ontwikkeling is. Want we hebben nu ook waar het begonnen is vanuit de grootgebruikers. Hebben wij nu een partij gevonden waar ook meteen kleinverbruikers aan verbonden zijn. Dus okay. Het is echt voor ons allemaal. En je moet dan echt goed je terrein in kaart brengen. Want het zit hem dan niet alleen van wie produceert, maar ook wanneer. We hebben bedrijven met continu productie. En we hebben bedrijven die in de weekend of de avonduren gesloten zijn. Okay. En dan zeg je van ja, die energie die vandaag of die overdag opgewekt is, kan s'nachts door de continu bedrijven en zo benut worden. Maar dan moet je ook opslag gaan realiseren. Nou, eigenlijk energieopslag. Die opslag is eigenlijk vrij beperkt, omdat je de doorstroming dezelfde nacht al hebt, zeg maar. Dus we krijgen geen grote batterijen op de industrieterreinen misschien? Dat is toekomst, wordt wel naar gekeken. Ook in Bergen-op-Zoom zijn er instanties met de ontwikkeling, onderwijs met de ontwikkeling van een specifiek type batterij. Ja, daar wordt ook naar gekeken. Kijk, we hebben op ons terrein nog een paar lege plekken die we graag in zouden vullen. En dan denk je, ja, als zo'n plek dan toch centraal is, kunnen we daar die batterij dan plaatsen. Ja. Om het maar heel specifiek te zeggen. Ja. Dus ook de ontwikkeling, waar zet je, hoe ziet het eruit? En, Maar er is ook wel ruimte voor innovatie. En klaar, ik hoorde inderdaad dat er heel veel ook binnen de rest afspraken zijn van eigenlijk willen wij in West-Brabant ook wel koploper zijn om mogelijkheden te bieden voor innovatie. Ja. Waar moeten we nu aan denken dan, aan innovatie? Nou ja, we hebben even voor de opgave hebben we inderdaad gedacht van er moet ook een stukje ruimte zijn voor innovatie. Maar juist om dat ook te stimuleren. En dat is natuurlijk ook eigenlijk wel een vraag aan ondernemers. Om mee te denken met ons. Van, nieuwe mogelijkheden. Ja, want dat is ook onderdeel van de rest natuurlijk. Dat elke keer als er een betere soort energieopwekking voorbij komt, dan pakken we die. Okay. Ja, dus het adaptieve, zeg maar, zo noem je dat dan. Inderdaad, elke betere kans moet je ook pakken. Iedereen heeft het natuurlijk over waterstof als kans. Maar er zijn natuurlijk, het gaat zo snel, ik kan het eigenlijk zelf niet bijhouden. Want er wordt elke dag volgens mij wel iets uitgevonden op het gebied van energielevering. We hebben natuurlijk, biomassa is natuurlijk, de houtstook is daar natuurlijk, dat is heel erg omstreden. Maar de biomassa uit algen bijvoorbeeld, of water. Wisseling, hè, dus warmte-koude verandering. Er zijn ontzettend veel dingen te bedenken. Maar dus ook op bedrijventerreinen. Dat zou mooi zijn. Ja, en we spreken natuurlijk de bedrijven op die bedrijventerreinen ook heel graag aan. Van, ja, als je iets ziet om te doen je ziet een innovatie. Je wil als deze regio wil je ook in zijn geheel eigenlijk een beetje opwaarts brengen. Dus dan is het mooi als je daar ruimte voor maakt. Dat in de regio ook juist innovaties kunnen landen en ook gestimuleerd kunnen worden. Dat parkmanagement weer heel belangrijk. Ja. Hè? Want het bedrijventerrein is een heel mooi schaalniveau om eigenlijk samenwerking te kunnen organiseren. Bedrijventerreinen, er liggen hele dikke kabels in de grond, zullen we maar zeggen. Omdat er heel veel energie wordt verbruikt. Maar je hebt ook die platte daken, dus je kan opwekken. En het parkmanagement is eigenlijk de aangewezen partij om dat te coördineren. Om die innovaties op te halen bij die ondernemers, om die samen te brengen. En de gezamenlijke behoeftes eigenlijk in te vullen. Ja. En energie is een mooie kapstok, maar het gaat al lang niet meer van hoe kan ik de goedkoopste energie aankopen. Maar eigenlijk het is een onderdeel in de totale, hoe wil ik mijn bedrijf neerzetten in de perceptie. Omdat wanneer bedrijven op een bedrijventerrein zaken willen doen met een van de multinationals, dan worden randvoorwaarden gevraagd over CO2-neutraliteit, over welk type personeel zet ik in en energie. En de propositie van het hele bedrijf wordt steeds belangrijker. Dus waar energie niet alleen maar een middel is van hoe kan ik mijn machine laten draaien, wordt het ook steeds meer een vorm van
noem het een marketingmiddel, om gewoon op een verantwoorde manier je producten aan de man te brengen. Okay. En dat is toch wel een goede accelerator om te doen. En merk jij dat vanuit jouw vak als accountant daar steeds meer eisen gesteld worden? Nou, ik merk dat in het vak van accountancy ook. Ik heb zelf vorig jaar in een expertgroep van de Orde van Accountants meegeschreven een stuk maakklimaat financieel. Eigenlijk moet je zeggen maak duurzaamheid financieel. Omdat als je ook het accountantsberoep is in beweging. Maar waar accountants vooral naar het verleden keken en met zekerheid kunnen zeggen van zo was het. Zo wordt van de accountant steeds meer een toekomstperspectief verwacht. Dat je zegt van ja, zoals de onderneming er nu voor staat. Met alle doelstellingen, niet financiële doelstellingen die moeten worden behaald op het klimaat. Is dan de investeringskracht van de onderneming wel genoeg? Of de financieringskracht om continuïteit te kunnen waarborgen? En dat is ook in ons vakgebied wel iets. De niet-financiële factoren die worden steeds belangrijker. Okay. En daar is duurzaamheid er ook één van. Dus continuïteit, hè, wat doet een accountant toch eigenlijk ook wel de kansen voor de continuïteit te beschrijven? Het zit wel degelijk in je ook verslag over duurzaamheid. Ja, waar het voor in het accountantsvak heel vaak over de financiële kant van het verhaal gaat. Ja. Van hoeveel geld kan een bedrijf lenen, hoeveel kan hij investeren. Maar er wordt steeds meer van aan de andere kant. Wat is het nodig om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te doen? Helder, dankjewel. Dus dat is boeiend, ja. Ik heb een aantal gasten aan tafel die eigenlijk de kans grijpen, denk ik, nu om een appel te doen naar bestuurders van ondernemersverenigingen, maar ook bestuurders van gemeenten. Waartoe roepen jullie eigenlijk de kijkers nu toe op? Gaat het om de verhouding gemeente-ondernemer te verbeteren? Of is het juist eigenaren? Of is het een oproep om de organisatiegraad te versterken? Of is het een oproep op geld? Waar zou jij toe een oproep doen richting de kijkers, Hans? Nou, wat ik al eerder gezegd heb, ik vind het vooral belangrijk dat er dingen gebeuren op het bedrijventerrein. Okay. Dat we niet alleen maar over praten, maar dat we ook echt actie doen. Nou, daar zijn we volop mee bezig. En een hartekreet mijnerzijds is dat Joppenveld is een verouderd bedrijventerrein. Een van de oudste bedrijventerreinen in Roosendaal. Nou, dat wil je graag oplussen. Hmm. Nou, ons masterplan Duurzaam Groen, dat is daar een prachtig voorbeeld van. Maar als jij als bedrijf opnieuw gaat bestraten. Ja, dan heb je twee mogelijkheden. Of je haalt de oude tegels eruit en je gooit er weer nieuwe in. Of je gaat nadenken van hoe kan ik het bedrijf groener maken. Nou, daar hebben wij nu een toolkit voor ontwikkeld. Hè, om de ondernemer te laten zien van nou, wat kun jij met jouw terrein rond jouw bedrijf. En als je dan ziet wat je kunt met vergroening. En met groene daken en groene wanden en noem dat soort zaken maar op. Ja, daar is ook geld voor nodig. Want alleen maar stenen leggen is goedkoper dan vergroenen. Nou, het zou mooi zijn als we in samenwerking met elkaar daar dan ook weer een aantal koplopers zouden hebben die dat willen doen. En dat anderen zien van, potverdorie, dat levert ook mijn hitstress problemen op. En tegenwoordig met de hoosbuien loopt alles onder water. Dus daar zullen we ook iets op moeten vinden. Ja. Dus wat dat betreft zeg ik, vooral dingen doen. Okay. We moeten echt overgaan tot actie, want er liggen nu zoveel mooie plannen klaar die om uitvoering vragen. Ja, mooi. En jullie hebben een ondernemingsfonds, dat is weer verlengd, hè? Dus dat is een goede basis. Ja, klopt. Waar zou jij oproep doen richting de overheid misschien, Peter? Nou, het ondernemingsfonds is verlengd. Bij ons is het in oprichting. Uh-huh. En ik wil eigenlijk vooral een beroep doen op een stuk collectiviteit. We moeten het echt gezamenlijk doen. Kijk, als je een ondernemingsfonds opricht, dan zijn ondernemers altijd kritisch van moeten we nou eigenlijk, gaan we nu zelf dingen zitten betalen die eigenlijk bij de gemeente liggen. Nou, Bergen op Zoom is financieel, heeft je ook een eigen situatie. Ja, behoorlijke uitdaging. Dat is een behoorlijke uitdaging, die is niet gemakkelijk. Maar goed, de ondernemers die hebben ook allemaal hun eigen problemen in de coronatijd. Ja. Een crisis, een transitie die ze doormaken. Dus dat hoeft nog niet zo verschillend te zijn. Maar het besef dat je het met z'n allen moet doen en dat je in collectiviteit verder komt. Ja. Okay. Dus dat... Dank je. Ja. Mark, vanuit het project, hè, wat je leidt, zeg je van we willen eigenlijk zoveel mogelijk bedrijventerreinen aan elkaar verbinden om kennis en kunde, inspiratie enzovoort. Wanneer wordt het
zo'n beetje opgericht, dat Echo Business Park? Nou ja, door middel van dat Interreg-programma van dat Echo heet, Energy Communities Cooperatives. Met dat programma, dat Europese programma, dat heeft dus echt wel toe geleid dat we nu op Mejoppenveld en op Lage Merenmeilust echt grote stappen hebben gemaakt op dat vlak. Brabants bedrijventerreinen verbruiken ongeveer 40% van het totale energieverbruik in Brabant. En wat we eigenlijk willen doen is zorgen dat we bij een nieuwe ronde van die Interreg-subsidies, dat we daar met de Brabantse bedrijventerreinen vooraan staan. Okay. Om daarvan daar gebruik van te maken. Dus mijn oproep is eigenlijk naar bestuurders en wethouders, bestuurders van parkmanagementorganisaties, om te zeggen van ja, meld je bedrijventerrein aan, zodat we met een groep van Brabantse bedrijventerreinen aanspraak kunnen maken op nieuwe impulsgelden vanuit Europa, om zo die energietransitie te versnellen. Gezamenlijk naar Brussel. Exact, ja. Oké, helder. Klaar, je hebt nog een oproep te doen, denk ik, aan de kijkers als het gaat om de regionale energiestrategie. Hij is nu klaar. Je hebt ook een pleidooi gehouden voor, ja luister, het is niet in beton gegoten, hè, want we gaan steeds innovatie toepassen en vernieuwen. Hoe hou je de mensen betrokken bij deze opgave? Door in het vervolg van de RES, want we evalueren deze RES natuurlijk elk jaar, ja, of elke twee jaar. Jaarlijks ook. Elke twee jaar volgens mij. En we hebben een klankbordgroep die gewoon blijft bestaan. We blijven ook met werkateliers werken. Nou, het pleidooi van Mark is inderdaad van verenig je. Mm-hmm. Want een gemeente via een parkmanager en een accountmanager, die linken zijn heel snel gelegd. Maar dan kunnen wij ook bij een gemeente, wij hebben natuurlijk ook wel het overzicht over welke investeringsprojecten er allemaal aankomen. En als je iets heel groots van plan bent, is het ook handig als je dat bijvoorbeeld op tijd weet als gemeente. Want dan kun je ook weer dingen bij elkaar leggen. Dus inderdaad vooral heel veel kennis delen over en weer. Vanuit bedrijfterreinen naar gemeente. En misschien is het een beetje een zijstraat, maar ik dacht, we hebben bijvoorbeeld heel veel installateurs ook op bedrijfsterreinen. En die moeten deze slag ook mee kunnen maken. Aha. Die hebben we natuurlijk ook keihard nodig. En zij moeten hun klanten kunnen adviseren. Dus daar is het ook heel belangrijk. En zij leveren ook de handen straks voor Desiree Brummans ook al zei, van, we hebben met de arbeidsmarkt natuurlijk ook nog wel een uitdaging te gaan. Ja. Dus de gemeente is denk ik heel goed in staat om dan te monitoren wat er allemaal nodig is. Maar daar hebben we dus wel heel veel input voor nodig van de mensen die in die bedrijventerreinen werken dagelijks met hun bedrijven. Oké. Okay. Ja, we zijn eigenlijk op het einde gekomen aan deze ronde, hè, van de webinar, het gesprek. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de inspirerende verhalen die jullie hier hebben gehouden. We gaan zo meteen kijken naar een filmpje van Tom Schaken, dat is van de Interreg van Echo. Daarna zal Joost Schetlen zijn presentatie houden. Maar het is wel belangrijk voor iedereen die kijkt om de pagina te refreshen in goed Nederlands. Want anders dan doet de chatfunctie het niet. Dat heb ik net te horen gekregen van de regie. Dat heeft alles te maken met het feit dat we iets later zijn begonnen. Dus iedereen hartelijk bedankt en we gaan zo meteen kijken naar Joost Schetlen. Daarna komen we bij u terug om wat vragen te beantwoorden. Ja, goedemiddag. Ik ben Tom Schaken. In het Echo-project hebben wij er dan voor gekozen om gaan gebruik te maken van een aantal goede voorbeelden. En een van die goede voorbeelden is dan West-Brabant met het industrieterrein. Het wordt door Segon. Omdat we merken dat zo'n project echt wel inspeelt op wat we net gezegd hebben. Samenwerking. Hier op het niveau van een bedrijventerrein, maakt dat je samen, doordat je betrokken bent, gaat nadenken over hoe er energie gebruikt wordt. Insteek is, eerste instantie, misschien kunnen we wel samen minder energie verbruiken. Als we die oefening hebben gemaakt, kunnen we nadenken over hoe gaan we nu samen hernieuwbare energie produceren en laten deel uitmaken van de energiemix waarvan we gebruik maken. Ten derde, als we zelf hernieuwbare energie aan het produceren zijn, dan is het misschien toch ook wel zo dat we moeten slim daarmee omgaan, efficiënt daarmee omgaan.
En dat betekent dat we moeten weten wie wanneer het net gebruikt en hoeveel iedereen nodig heeft. En als we die drie dingen helemaal onder de knie hebben, dan denk ik dat we ook buiten het bedrijventerrein kunnen gaan hoe we een rol kunnen spelen op die nieuwe energiemarkt. Dat is trouwens het item waarmee we binnen Interreg beloond zijn met een kapitalisatietraject op het originele project. Het originele project ECO ging energiegemeenschappen maken op alle aspecten, namelijk technologie, mensen, wat moeten mensen doen, welke rollen, welke taken moeten we hun laten doen, en het financiële. Maar we hebben redelijk snel ontdekt dat als we burgers laten samenwerken in een coöperatie bijvoorbeeld, dat we heel wat ondernemerschap nodig hebben. En misschien is het belangrijkste wel dat burgers moeten inzien dat wanneer ze samenwerken rond energie, dat ze eigenlijk een onderneming gestart zijn. Dat idee gaan we uitwerken in de kapitalisatie. En dat betekent dan ook dat we gaan kijken hoe zo'n samenwerking de markt kan betreden. Ja, en dan zitten we natuurlijk helemaal op het item waarvoor jullie hier vandaag zijn. Namelijk, hoe kan je nu die samenwerking in energie gaan valideren zodanig dat je samen als één actor op de markt een rol te spelen hebt. Goedemiddag, van harte welkom op dit webinar over toekomstbestendige bedrijventerreinen. We gaan samen kijken naar de energietransitie en de rol van bedrijventerreinen. We hebben daarnaast een visie op toekomstbestendige bedrijventerreinen van hoe komen dat soort parken tot stand? Wat houdt dat nou precies in? Daarnaast gaan we het hebben over de aanpak. En op de aanpak kunnen we zeg maar over een groter gebied bekijken, maar tevens ook op individueel bedrijvenparkniveau om daarmee aan de slag te gaan. En als we dan aan de slag gaan, dan hebben we het ook over een aantal transitieversnellers, zodat we zeg maar ook direct resultaat kunnen gaan laten zien. Dus van harte welkom en ik nodig u daarnaast uit om alvast wat vragen te stellen. Als u vragen heeft, dan kunt u die zeg maar schriftelijk weer laten geven. Die komen we hier binnen bij de moderator. En na deze presentatie zullen we dat aan tafel verder bespreken met de genodigden die aanwezig zijn. Dus u komt zeker aan bod. Dank u wel. Het gaat niet zo goed met Nederland. We hebben zeg maar te maken met een CO2-druk, we hebben te maken met stikstofdruk, we hebben te maken met fijnstof, we hebben te maken met allerlei bewegingen die allemaal extreem hard oplopen. Dat betekent dus ook dat we er iets tegen moeten doen. Daar hebben we op Europees niveau hebben we daar een aantal afspraken over gemaakt. We hebben gezegd, we moeten eigenlijk een CO2-uitstoot verminderen van ongeveer 95%. We hebben onlangs afgesproken ook dat we, waar we eerst in 2030 nog op zeg maar 49% zouden gaan zitten qua reductie, hebben we nu al afgesproken sinds een aantal weken geleden dat we naar 55% toe moeten. Dus het betekent dat de nood groot is. We zullen daarop moeten acteren. Dus we zullen 100% energie-neutraal moeten worden en we zullen 100% circulair moeten worden. En om die circulariteit nog eens wat te onderstrepen, kijk weer even naar de grafiek en dan zien we dat eigenlijk in Europa zeg maar de voorraden aan het opraken zijn. Dus dat betekent we worden steeds afhankelijker van andere delen van de wereld. En ook daar begint die geomachtspolitiek steeds een grotere rol te vertonen. Maar ja, dat is allemaal op heel hoog niveau. Het is beter om even te kijken naar de bedrijventerreinen in Brabant. In Brabant hebben we 330 zeg maar, industriële werklocaties. En die herbergen ongeveer 2/3 van de werkgelegenheid. Dat is dus een enorm belang wat hieraan gehecht kan worden. Daarnaast, bedrijventerreinen verbruiken zo'n 60% van de energie van de economische sector. Ofwel, dat is 40% van het totaal in Brabant. Dus dat betekent dat er 330 locaties een enorme hoeveelheid energie verbruikt wordt. Wat we ook zien bij die bedrijventerreinen, en dat is een ander probleem, dat is dat meer dan 20% heeft te maken met structurele leegstand. Ja, en we hebben 3% van de daken die maar benut worden voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Ofwel, we maken eigenlijk te weinig gebruik van de ruimte die we hebben gekregen, terwijl we wel, zeg maar, nieuwe werklocaties openen. Dat is volgens mij niet de bedoeling en dat is denk ik niet wat we met z'n allen willen. Een ander probleem waar we daar tegenaan lopen is dat de mate van organisatie op die bedrijventerreinen zeer beperkt te noemen is. We weten ondertussen dat maar slechts, zeg maar, zo'n 10-20% van de bedrijventerreinen georganiseerd is. Of dat er een mate van organisatie is. En dan praten we zelfs over de barbecue club van bedrijventerreinen, waarbij het, zeg maar, de ondernemersvereniging 1-2 keer per jaar bij elkaar komt om wat zaken met elkaar te bespreken. Allemaal issues waar we iets mee moeten doen. Maar ja, als we daarmee beginnen, dan moeten we eerst weten waar we het over hebben. Dus wat is eigenlijk een toekomstbestendig bedrijventerrein of een bedrijvenpark? Nou, we hebben daar een definitie voor geformuleerd voor de provincie. En die luidt als volgt. Een als zodanig bestemd bedrijventerrein, dus dat betekent dat er ook daadwerkelijk een bestemming op zit, op de werklocatie, dat eigenlijk als geheel energie-neutraal opereert. En dat zal in veel gevallen niet mogelijk zijn, omdat we zeggen, nou, dan moeten we die doelstelling wat verbreden naar inclusief de omgeving. Of laat ik het anders stellen, dat alle niet-strategische bedrijventerreinen samen met hun omgeving energie-neutraal moeten worden. Daarbinnen moeten ondernemingen flexibel en duurzaam kunnen inspelen op de ruimtelijke, op de technische mogelijkheden en op de maatschappelijke ontwikkelingen die er gaande zijn. Dat is dus uitermate belangrijk. Zij moeten daarbij willen beschikken of kunnen beschikken over gekwalificeerde arbeid, een optimale infrastructuur. Ja, en voor transport en uitwisseling van niet alleen vervoer, maar ook energie, water, grondstoffen, maar ook informatie. He, bijvoorbeeld met een glasvezelnet. Het is eigenlijk een must-have voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein. En allemaal met het oog zodat vestiging op dat bedrijventerrein meer voordelen biedt dan, zeg maar, dan de vestiging elders. Dus het moet een competitieve kwestie kunnen zijn tussen bedrijvenparken dat men eventueel zou kunnen concurreren met elkaar. Wij denken dat we daar naartoe moeten. En hoe bereik je dat dan? Dan moet je gaan op zoek gaan naar een balans. En een balans op zo'n bedrijventerrein bestaat uit meerdere, zeg maar, thema's die daarin behandeld moeten worden. En ik ga ze even met u doornemen. Het eerste thema is economische ontwikkeling. Wat we willen is dat een bedrijventerrein zich zo ontwikkelt dat er werkzekerheid ontstaat. Zowel voor de omgeving, voor de mensen uit het dorp of voor de mensen in de stad. Zodat ze weten dat ze daar hun arbeid kunnen verrichten. Een tweede element is de ruimtelijke ordening. Je zult met je infrastructuur rekening moeten gaan houden dat je inspeelt op de toekomstige behoeften. Maar dat betekent ook dat de bewegingsvrijheid en dat je veilig over de weg moet kunnen komen. En dan kijken we naar de scheiden van zeg maar vervoerswegen tussen mensen die lopen, mensen die fietsen, beroepsvervoer, et cetera. Ja, we kijken naar waterscheiding, bijvoorbeeld naar zwart water, scheiden van grijs water, zodat je grijs water weer kunt hergebruiken. En zo heb je meerdere mogelijkheden om, zeg maar, die infrastructuur te scheiden. Een derde element is de circulariteit. We gaan uit van 0% afval. Dus dat betekent dat we gaan hergebruiken. We gaan zorgen dat we, als er sprake is van afval, hoe kunnen we dat tot een grondstof weer maken? Een belangrijk issue om dat mee te nemen in de aanpak op een bedrijventerrein. De volgende is welzijn, gezondheid en veiligheid. Dat zijn hele belangrijke issues, want ook werknemers moeten kunnen bewegen. Willen we de productiviteit van die werknemers kunnen verbeteren, dan moet je kunnen bewegen, ontspannen, relaxen, op een fatsoenlijke manier, maar ook met gezonde lucht moet je kunnen werken. En in een veilige omgeving, zodat, zeg maar, hè, wat je ook bijvoorbeeld ziet op Majoppenveld in Roosendaal, met die rangers, dat mensen zich ook veilig wanen. Daarnaast, laatste is huisvesting. Of nee, één de laatste, sorry, is huisvesting. Want dan praten we over de huisvestingskosten. Op dit moment, als een bedrijf, zeg maar, zou willen verhuizen,
Of zou willen uitbreiden op het bedrijventerrein en een andere locatie nodig zou hebben, dan gaat dat vaak gepaard met zulke hoge kosten en zulke ingewikkelde constructies, dat die kosten te hoog zijn. We hebben op Lage Meren Meilust, hebben we gekeken naar een aantal transacties, en toen kwamen we op basis van pure empirie, kwamen eruit dat de kosten ongeveer 20% van de transactiesom zouden gaan bedragen. Nou, dat moet gewoon niet kunnen. We moeten daar duidelijk met elkaar veel flexibeler mee om kunnen gaan. Dus dat betekent ook multifunctionele locaties hebben we daarbij nodig. En die kosten moeten van 20 naar 2% bij wijze van spreken. Dat moet een doelstelling willen zijn. En laatste is natuurlijk niet onbelangrijk, want daar praten we natuurlijk nu over. En dat gaat over die energietransitie. Milieu en energie moet samengaan met, zeg maar, moet in de balans strak meegenomen worden door het parkmanagement met elkaar. Dat betekent dat we energie-neutraal moeten willen worden, dat we geen hitte- en waterstress meer moeten willen, omdat dat alleen maar gepaard gaat met extra kosten die nergens voor nodig zijn. Dus daar zit gewoon directe winst. Dan kijken we even, hoe doen we dat? Want we hebben een aantal stakeholders waar we rekening mee moeten houden. En ja, de eerste kerngroep, ja, zijn natuurlijk de bedrijven die aanwezig zijn op zo'n bedrijvenpark. Uitermate belangrijk. Maar ook de eigenaren, want die eigenaren beslissen over wat er gaande is. Die beslissen of ze gaan investeren of niet. En dat kan alleen maar gefaciliteerd worden door een professioneel parkmanagement. Want dat parkmanagement moet ondersteunend zijn aan die bedrijven en aan de omgeving en die balans zien te vinden. Een andere groep, maar die nog zeker zo belangrijk is, want dat is de gemeente. Want de gemeente heeft namelijk twee taken. De gemeente moet handhaven, enerzijds, en anderzijds moet ze verleiden. Ja? En beide activiteiten komen samen binnen die gemeente. Dus die moeten daar ook mee om kunnen gaan. Die gemeente maakt daarbij gebruik van zo'n omgevingsdienst. En ik denk dat die omgevingsdienst daar ook een belangrijke rol in kan vervullen. Als ze kijken naar de activiteiten op het bedrijventerrein en de milieubelasting die het met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zo'n provincie, net zoals de provincie Noord-Brabant, dat de provincie duidelijke richtlijnen en duidelijk beleid creëert naar die bedrijventerreinen, naar de participerende bedrijven en eigenaren, zodat dat ook daar in balans komt. Want hoe moet dat dan op dat bedrijventerrein zelf? Daar zijn eigenlijk drie belangrijke stakeholders die gezamenlijk tot besluitvorming moeten komen. Dat zijn de eigenaren, in een eigenarenloge noem het maar even. Dat is die gemeente die twee taken heeft. En dat is die bedrijfsbelangenvereniging die moet opkomen voor de belangen van de verbruikers. De gebruikers van het park. En samen moeten zij, zeg maar, vormgeven aan het parkmanagement. Nou, en dan krijg je natuurlijk de situatie, maar ja, elk bedrijvenpark is weer verschillend. Dus daar moeten we ook weer naar kijken. Wat we hebben gedaan in onze onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben we gekeken of we criteria zijn te formuleren waardoor je eigenlijk kunt peilen waar een bedrijventerrein staat. Ja, want je moet inventariseren waar zo'n bedrijventerrein staat om al die doelstellingen en die balans, zeg maar, te kunnen gaan vinden. Nou, daarvan hebben we er een aantal te benoemen. Zo hebben we de ambitie van het parkmanagement of van het bestuur, zeg maar, speelt daarbij een belangrijke rol. De procescyclus van hoe gaat men om en hoe ervaren is men met de organisatie van een parkmanagementorganisatie. Welke financiële middelen staan hun ter beschikking? Is er een ondernemingsfonds? Is er geen ondernemingsfonds? Is het de pure vrijwillige bijdrage waar men nu staat? De verschillen zijn enorm van park tot park. Ja? Draagvlak is ook zo'n probleem. Hoe groot is dat draagvlak? Zijn het alleen die 10 ondernemers die met elkaar aan tafel zitten en elke keer bij elkaar komen? Of kunnen ze rekenen op een gedegen draagvlak vanuit alle ondernemers? Ja, denken die allemaal mee? Brengen die ook hun problemen aan tafel? Dat soort zaken horen daar ook bij. En daarnaast de activiteiten die worden ontplooit. De ene parkmanagementorganisatie die zegt van, luister, wij hoeven alleen maar een bepaald beheer te voeren, of wij moeten alleen maar inspelen op een aantal vragen van de ondernemers. Een andere parkmanagementorganisatie die zegt, nee, wij zijn ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. We zijn verantwoordelijk, zeg maar, voor het groenbeleid. We hebben daar eigen potjes en middelen voor.
Dus hoe ga je daarmee om en hoe moet je daar naartoe groeien? Dus dat betekent eigenlijk dat we, zeg maar, wat we proberen te doen is met zo'n bedrijventerrein te zorgen dat we in een, zeg maar, met lange termijn trajecten van start gaan en daarnaast met korte termijn trajecten. Korte termijn trajecten, ofwel power actions hebben we ze genoemd, die leiden tot direct resultaat. En dat kunnen een hele hoop projecten zijn als ze maar vallen onder die thema's en onder, zeg maar, dat beleid van dat parkmanagement, dat dat wordt vormgegeven. Dus daar hoort ook een structurele aanpak aan ten grondslag te liggen. En daarbij willen we dus gaan samenwerken met elkaar tussen van bedrijventerreinen die op verschillende niveaus bezig zijn, maar wel van elkaar kunnen leren. Dus eigenlijk zijn we bezig om een soort van coöperatie te organiseren van bedrijventerreinen voor bedrijventerreinen. En dat moet heel belangrijk zijn. En daarnaast moeten we dan kijken naar die politiek en de belangengroeperingen die erbij aanwezig zijn, zodat die ook hun recht van spreken hebben, zodat die ook invloed kunnen uitoefenen op al die projecten die daar, zeg maar, moeten plaatsvinden. Hoe geven we daar dan vorm aan, hè? Want dat is natuurlijk best moeilijk. Nou, wat we nou eigenlijk doen is dat we per thema proberen we subthema's te formuleren. En die subthema's en hoofdthema's die proberen we in te delen naar, zeg maar, de stukken van wat zijn de finale doelstellingen op lange termijn? Wat willen we in 2050 bereikt hebben? Maar ook wat zijn de doelstellingen op korte termijn, ofwel volgend jaar? En wat in de tussengelegen periode, pak maar 2030 als referentiepunt, hoe kunnen we daarmee omgaan? Bijgaande sheet is een mooi voorbeeld van hoe we dat uitwerken. Dus elk thema wordt opgesplitst in subthema's. En elk subthema wordt weer opgesplitst naar zijn tijdzone. En daar worden doelstellingen en acties op geformuleerd. En daar kun je een begroting aan hangen. En dat verhaal nemen we mee in het actieplan, of noem het maar het beleidsplan van, zeg maar, van het bedrijvenpark. Dus, en daarbij betekent het natuurlijk altijd dat degene die meepraten bepalen. En dus u bepaalt, als het ware, de prioriteiten die er daarbij gesteld kunnen worden. Ja, hoe doen we dat dan op het bedrijventerrein, op het individuele bedrijventerreinniveau? Dat betekent, we gaan eerst eens aan de slag met het creëren van draagvlak. Ofwel, we willen met al die ondernemers aan tafel. We willen met al die ondernemers praten, zorgen dat zij betrokken raken bij het duurzaamheidsvraagstuk. Dat ze er kennis van nemen. Dat doen we, zeg maar, op een hele handige manier. En dat doen we aan de hand van interviews. Heel arbeidsintensief, maar ook heel vruchtbaar. Want we kunnen daar ook heel veel nieuwe projecten uit losweken. Die we ook weer kunnen gebruiken voor de tweede stap. Want die tweede stap die is nodig. He, want al die interviews die leiden tot een zee van data en informatie. Zullen we zo direct even een voorbeeldje van laten zien. Maar het betekent ook dat we daar op basis van die data tot een beleidsplan kunnen komen. Ik heb dat net al laten zien in de voorgaande sheet. Dat we die prioriteiten kunnen gaan vaststellen. Omdat heel veel ondernemers over één item of meerdere items heel erg belangrijk vinden. Dus dat willen we graag meenemen in dat beleidsplan. Daarnaast hebben we dan de transitieversnellers. En die transitieversnellers, daarvan hebben we op dit moment er drie van lopen. Het energiehandelsplatform, de CO2-neutrale fonds wat we gaan opbouwen met elkaar. En een vergroening van park en perceel, zodat zeg maar ook het park, zeg maar, daadwerkelijk gaat esthetisch en gaat veranderen. Dus ik ga u eerst eens even meenemen door stap 1. Stap 1, dat interview, wat doen we nou eigenlijk? We gaan met elkaar inventariseren met de ondernemer waar die staat. Van wat verbruikt hij nou zelf? Hoe zit zijn CO2-uitstoot nu in elkaar? Wat zijn de oorzaken daarvan? Nou, dat kunnen we allemaal keurig netjes in één exercitie met elkaar inzichtelijk maken. Dat betekent dat we een soort van footprint maken. En die footprint, dat betekent dus dat je kunt zeggen, daar kun je weer beleid op maken op je individuele niveau. Dus dat betekent dat het bedrijf zelf stappen kan nemen om naar, zeg maar, CO2-neutraal te kunnen gaan worden of wat dan ook. Daarnaast heb je natuurlijk ook een stukje van de informatieplicht. We gaan kijken samen met de ondernemer, bent u informatieplichtig als u voor de wet milieubeheer, dus dat betekent, moet u informatie aanleveren welke energiebesparende maatregelen u gaat nemen, ja of nee? Dat hangt er vanaf hoeveel u verbruikt, zeg maar, aan gas, dan wel aan elektra. En daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Dus ook daar gaan we naar kijken.
Ja, we kijken naar de kansen. We gaan kijken naar zeg maar, wat de mening is van de ondernemers over het huidige parkmanagement. Wat de mening is van de ondernemers en eigenaren over de gemeente. Dus we willen een totaal beeld krijgen. En we kijken van welke koplopers kunnen we nou onderscheiden op dit park. Hè, willen die voorop gaan lopen en willen die een bijdrage leveren? Uiteindelijk krijgt zo'n ondernemer die krijgt zo'n rapport. Niet alleen met betrekking tot de CO2-uitstoot, maar ook krijgen wij een beeld van al die ondernemers die hebben aangegeven of ze infrastructuur belangrijk vinden, of ze criminaliteit belangrijk vinden. Ofwel meer dan 80, zeg maar, parameters worden benaderd om die te scoren. En op die basis van die scoren gaan we dan kijken van wat de grootste gemene delers zijn voor het vervolg. Zeg maar, en voor het beleidsplan. Dan gaan we dus invulling geven aan dat stap 2. Ja, dat betekent dus dat we ook kijken naar van welke verdienmodellen horen daarbij. Kunnen we daar iets aan verbeteren? Kunnen we naar afvalvrije ondernemingen? Kunnen we dat soort voorbeelden laten zien? Wie wil daarin voorop lopen? We kijken naar zeg maar de hogere vastgoedwaarde. Nou, zo zijn er tal van voorbeelden die we kunnen meenemen en die we als voorbeeld kunnen laten zien aan de omgeving en aan de buurt. Stap 3. Dan komen we bij de transitie versnellen. Hiervoor hebben we een filmpje, maar even in essentie. Wat is de energiehandelsplatform wat we hebben ontwikkeld? Het wordt nu voor het eerst gebruikt bij Mejoppenveld, bij het bedrijventerrein Mejoppenveld in Roosendaal en bij Lage Meer Meilust in Bergen-op-Zoom. En wat willen we ermee bereiken? Wat we proberen te doen is het geld in de regio te houden. En dat doen we doordat de ene ondernemer of eigenaar zeg maar energie opwekt en direct doorlevert aan de andere ondernemer op het park die erom vraagt. En die twee die kunnen we matchen. En dat doen we middels het energiehandelsplatform. Hiervoor laten we u even een filmpje zien. Door de energietransitie zijn steeds meer bedrijven een soort energiecentrale geworden. Maar wist je dat er door slim samen te werken nog meer voordelen te behalen zijn? Het Energiehandelsplatform maakt dit mogelijk. Dit is een online platform waarmee je lokaal energie kunt verhandelen in jouw regio. Je geeft je energieopbrengst of je energiebehoefte door aan het platform. Het platform verbindt je met een andere ondernemer en zorgt voor een eerlijke prijs voor beide partijen. Maar hoe werkt dat dan? Niet iedere ondernemer heeft een groot dak om zonnepanelen op te leggen of ruimte om een windturbine te plaatsen. Via het energiehandelsplatform kunnen zij toch lokaal opgewekte stroom krijgen van bijvoorbeeld de buurman of de boer die dat wel kan. Het platform verdeelt de stroom en stuurt de rekening. Door de stroom lokaal te verdelen met een platform ontlasten we het net. Je bespaart samen kosten, want de hoge leveringskosten van energiebedrijven vallen weg. Daarnaast koop je van je buurman, waardoor het geld in de regio blijft. Met het energiehandelsplatform profiteer je samen maximaal van de voordelen van de energietransitie. Ja, een tweede transitieversneller is het CO2-neutrale fonds. U heeft net in het filmpje gezien dat er samenwerking is, kan ontstaan tussen agrariërs en tussen zeg maar, de bedrijvenpark. En die schaalvoordelen die we daar kunnen realiseren, die willen we eigenlijk stoppen in een CO2-neutraal fonds. He, dat kan door bijvoorbeeld de garanties van oorsprong, ofwel GVO's, zeg maar, te bundelen. Dat kan zeg maar, uit de schaalvoordelen die kunnen worden gerealiseerd in de kostensfeer, zeg maar, om die te bundelen. We willen in principe komen tot een lokaal fonds wat herinvesteert in de regio, in de verduurzaming van het park en van de omgeving van het park. Een derde transitieversneller. Dat gaat gepaard met hittestress en waterstress. En dit is een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld hittestress. U ziet hier de dieprode plekken. En dat zijn toevallig allemaal bedrijventerreinen. En die bedrijventerreinen in die dieprode plekken, die zijn ongeveer 10 graden warmer, zeg maar, dan hun omgeving. Dus dat betekent dat men enorm veel extra moet koelen in de zomer of wat dan ook. Dus dat er onnodig veel energie eigenlijk nodig is, terwijl je dat makkelijk zou kunnen beperken.
En dat, daarvoor hebben we dus samen met BTL bijvoorbeeld, hebben we daar een groen plan voor gemaakt voor Majoppenveld, waarin we allerlei, zeg maar, een masterplan hebben gemaakt. En daarnaast hebben we een toolkit voor de ondernemers gemaakt om te bepalen wat de toegevoegde waarde is van plantje 1, plantje 2 of plantje 3. Ten opzichte van, ziet het er mooi uit? Is het goed voor de waterhuishouding? Houdt het water vast? Heeft het iets te maken met de vermindering van de hittestress, et cetera? Dus allerlei criteria die worden meteen beoordeeld bij de keuze van de plantjes die je zou kunnen inzetten. En dat leidt dus ook weer, zeg maar, door absorptie van water zelf en de vermindering van hittestress. Wij denken dat dat een mooi voorbeeld is wat direct van toepassing kan zijn. Hoe gaan we nu verder? Want ik kom eigenlijk op het einde van de presentatie. En wij zijn samen met Brabant Geeft Energie en de BOM op dit moment in gesprek om, zeg maar, tot een uitrol te komen. Om dit soort voorbeelden aan u te laten zien. En, zeg maar, dit webinar ondersteunt dat bijvoorbeeld. Ja? We gaan samen aan de slag met het opwekken van elektriciteit op daken middels zonne-energie, zonnepanelen trajecten. En dat proberen we op een grootschalige wijze, zeg maar, vorm te gaan geven. Ja? En daarnaast willen we dan dat zeg maar, de energiehandelsplatform verder ontwikkelen en zorgen dat er steeds meer ondernemers mee gaan doen en dat we dat geld op het park houden. Dat lijkt ons een hele zinvolle exercitie. Ja? Daarnaast willen we eigenlijk, als we willen uitrollen in Brabant, dan zullen we dat grootser moeten aanpakken. Maar daar hebben we ook cofinanciering voor nodig. Daarom zijn we voorstander om samen te komen tot een Europees programma en om daarin te participeren. Dus ik daag alle gemeenten en alle bedrijventerreinen uit om, zeg maar, zich daarvoor in te schrijven. Want dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we daar met z'n allen aan kunnen werken. Maar hoe willen we dat dan vormgeven? Vanuit Eco Business Parks willen wij eigenlijk komen tot een soort van coöperatie. We zijn nu bezig met een coöperatie op te richten. En die coöperatie is van bedrijventerreinen voor bedrijventerreinen. Dus dat betekent dat de bedrijventerreinen de baas moeten worden. Maar dat de ondersteuning die er kan plaatsvinden op beleidsmatig niveau voor elk bedrijventerrein haalbaar en betaalbaar wordt. Want u heeft er niet voor gereserveerd. En dat is juist een beetje jammer. De ondernemingsfondsen voorzien in principe onvoldoende in de financiële behoeften om een stuk beleidsondersteuning te kunnen krijgen. Wij hopen daarmee juist, zeg maar, die kostendeling tot stand te kunnen brengen tussen de verschillende bedrijvenparken. En dus kunnen we met elkaar daarvan gebruik maken. Nou, indien u daar interesse in heeft, bent u van harte welkom en vragen we u ook om mee te doen. Ja? Want we willen aan de slag en we willen samen met uw gemeente, samen met de bedrijvenparken, kijken hoe we tot een hoger plan kunnen komen, zodat die energietransitie, zeg maar, ook gaat werken. Neem verder contact met ons op en stel uw vragen, want we gaan zo aan tafel en dan gaan we die vragen van u behandelen. Dank u wel. Ja, we zijn weer terug in de studio. Live en we gaan wat vragen beantwoorden die binnengekomen zijn. Aan tafel Joost Schetlen, die net de presentatie heeft gehouden, en Mark Kok van Eco Business Park. We hebben wat vragen binnengekomen. De eerste vraag is: wat heeft een bedrijventerrein nu nodig om te kunnen versnellen? Die energietransitie te kunnen versnellen. Wat is er nu nodig? Wat het nu nodig is, is eigenlijk dat je het draagvlak gaat zoeken met de ondernemers, binnen die ondernemersvereniging. En pas als je daar consensus over hebt, dat je zegt van oké, we vinden het belangrijk, dan trek je de gemeente erbij. En als je van tevoren de gemeente erbij gaat trekken, dan zullen ongetwijfeld de ondernemers weglopen van tafel. Dat is jammer, dat is nergens voor nodig. Je moet het samen doen. De gemeente is heel hard nodig, want uiteindelijk wordt het bedrijventerrein ook betaald door de gemeente, hè? Infrastructuur, al dat soort dingen, de groen en dergelijke. Dus de gemeente heeft wel degelijk een hele grote rol daarin. Maar je moet het wel willen met elkaar. Je moet wel willen dat je samen optrekt daarin. En je moet ook de synergie daarvan zien. En daarom is dat energiehandelsplatform ook zo leuk. Dat je met korte termijn incentives kunt werken. Zodat je elkaar kunt laten zien van jongens, ja, we kunnen het best. En als we het nou samen doen, wordt het eigenlijk alleen maar beter.
Dus draagvlak bij de ondernemers die op een bedrijventerrein zitten. Absoluut. Om daar die gezamenlijkheid te gaan voelen. Oké, helder. Een volgende vraagsteller zegt van... ondernemers lopen nu tegen allerlei obstakels aan. Is dat bij jullie bekend, de obstakels waar de ondernemers tegenaan lopen? Ja, obstakels. Ik kan een heel mooi voorbeeld geven. We hebben een paar ondernemers die hebben bijvoorbeeld een zonnepanelen reeds op het dak, worden plotseling niet meer verzekerd. Dus moet de stekker eruit. Hoe nu verder? Heb ik daarvoor die zonnepanelen genomen? Heb ik daarvoor al die tijd en moeite erin gestoken om tot een resultaat te komen van verduurzaming? Dat soort elementen leidt tot ontzettend veel frustratie. B, ontzettend veel tijdverlies, want je moet een hele hoop oplossen. En dat geldt ook bij het kiezen voor... van wil ik überhaupt iets aan de verduurzaming doen of niet? En welke stappen moeten er dan allemaal ondernomen worden? Nou, je wordt helemaal horendol van alle mensen om je heen. Dus het is wel heel belangrijk dat je ergens een onafhankelijk servicepunt hebt die jou kan helpen. En die daar ook begrip voor heeft en ook de taal spreekt van die ondernemer. En die ligt dus idealiter bij het parkmanagement. Ja, dus idealiter wordt zo'n parkmanagement dus vormgegeven door die ondernemers en die eigenaren en de gemeente op dat terrein. En dan heb je dus een eigen onafhankelijke adviesclub die je op die manier goed kan bijstaan en je kan begeleiden. Oké, helder. En daar kun je ook je problemen en de obstakels die je nog tegenkomt melden. Ja. Ik geef naar de volgende vraag. Jullie hebben het over een energieplatform en straks ook de infrastructuur op een bedrijventerrein. De energie, over wiens infrastructuur loopt dan de te verhandelen energie die opgewekt wordt? Ja, die komt er een heel nieuwe infrastructuur? Of, Daar willen we natuurlijk uiteindelijk wel naartoe. Alleen op dit moment gaan we gewoon uit van de bestaande infrastructuur. Het is een virtuele verrekening die we met elkaar maken. Dat betekent dus ook wel letterlijk dat het geld echt in de regio blijft. Dus dat is zeker waar. Alleen, we maken gebruik van de bestaande infrastructuur op dit moment. Doelstelling is om hoe meer we aan elkaar gaan leveren, hoe beter we elkaar leren kennen, hoe sneller we tot een zeg maar speciaal grid kunnen komen. Dus een netwerk van aansluitingen. En dan zou je er echt wel eens een keer kunnen gaan denken, zullen we dat eens achter de... achter het transformatorhuisje zetten. Zodat we eigenlijk niet meer over het grote net hoeven te gaan. En daar zitten natuurlijk ook weer op lange termijn hele grote voordelen bij. Waarbij de gemeente en ook de regio daar enorm veel profijt van heeft. De volgende vraagsteller. Hoe zien jullie de samenwerking met lokale energiecorporaties? Er zijn er steeds meer ook in de regio. Zowel in Bergen op Zoom, in Roosendaal wordt er een opgericht. Maar Haldenbergen, Moerdijk, er zijn allerlei energiecorporaties. Communities, zoals we dat noemen. Ja, wij gaan natuurlijk uit van de bedrijventerreinen. Dus in ons ideaalbeeld heb je samenwerking op het bedrijventerrein. Dus zorg je eigenlijk dat je als bedrijventerrein zoveel mogelijk zelf opwekt. En dat verhandelt met alle partijen op het bedrijventerrein. En eigenlijk gezamenlijk de rest inkoopt, liefst van zoveel mogelijk lokale partijen. Nou, dan kunnen die coöperaties ook in beeld komen, denk ik. Ja, misschien kan ik dan een beetje aanvullen. Kijk, je hebt de verschillende communities. Hè? We zeiden al, de agrarische markt heb je. Die hebben andere regels eigenlijk dan die bedrijvenmarkt. Maar ook weer andere regels dan die particulieren. Mm-hmm. Dus die prikkels die hoeven niet altijd overeen te stemmen. Dus waar je elkaar kunt opzoeken, altijd doen. Maar kijk eerst even of je het uit eigen kracht kunt met elkaar. En dat is denk ik een belangrijke boodschap. Dat is ook de boodschap van ECHO, van het Interreg-programma, om juist die verschillende communities eerst zelf sterk te maken om daarna samen te komen. Ja. Maar lokale energiecorporaties focussen zich niet alleen op gebouwde omgeving, dus niet alleen maar op particuliere woningen, maar ook wel op wat grootschalige opwek. Ja, die postcode roze op een bedrijventerrein zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Oké. Ik geef naar de volgende vragensteller. Is het energienetwerk op dit moment een beperkende factor? Er zit niemand van Enexis, maar volgens mij kennen we al de verhalen wel. Nou, met... Staat het huidige netwerk, het energienetwerk, zo begrijp ik de vragensteller,
als een beperkende factor? Ja, het kan leiden tot congestie als we het niet goed gebruiken. Maar het kan ook leiden tot vermindering van de congestie. Als we het goed op elkaar afstemmen. Mm-hmm. En dat is bijzonder. Hè? Je verbruikt zeg maar 100. En als jij zegt, van ja, maar ik neem ook nog eens zonnepanelen erbij. Mm-hmm. Dan zou het misschien 200 kunnen worden. Terwijl die elkaar ook kunnen compenseren. Mm-hmm. Waardoor je nul houdt. Okay. Maar het kan ook zijn dat je die 100 hebt en al nog eens 100 erbij, omdat je die 100 ergens anders naartoe moet leveren. Dus dat betekent dat je het net gaat overbelasten. Ja. Dus uiteindelijk zullen we met opslagmethodieken dan wel met echt goed moeten gaan matchen waar de behoefte op dat moment is. En dat kan natuurlijk op zo'n bedrijvenpark best wel makkelijk. Ja. Op termijn kan het ook zeker met het energiehandelsplatform. Ja. Dus dat je gewoon echt dat een ondernemer kan zien wat hij op dat moment voor zijn stroom moet betalen. Dus als er veel aanbod is, dat hij dan gewoon een prikkel heeft, ook financieel, om zijn machines aan te zetten. Ja, en dat is ook de kracht zeg maar, van het andere Europese programma CVPP, Virtual Power Plants. Zegt het eigenlijk al, hè? Virtuele centrales naar elkaar toe. Waar zeg maar, echt al wordt gewerkt met algoritmes. Om zeg maar, het verbruik te optimaliseren. Okay. Ja. Ik kijk even naar de laptop. Er komen eigenlijk geen vragen meer binnen. En als we kijken naar de tijd, dan denk ik, we hoeven het niet onnodig te rekken. Volgens mij kan ik de webinar afsluiten. Hij is ook gewoon opnieuw te bekijken, omdat hij gestreamd wordt. Je kunt het later terugkijken. Je kunt ook de link delen enzovoort. Dus ik wil eigenlijk iedereen bedanken om dat u gekeken heeft naar deze webinar. En volgens mij de uitspraak gezamenlijk naar Brussel voor de eerstvolgende stappen. Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Dank u wel.